als eerste om een mobile update te geven. Een soort overzicht van wat er allemaal is gebeurd de afgelopen maanden. Maar ik heb er toch iets anders ingestoken. Het gaat een beetje een soort mini-presentatie worden over een bepaald onderwerp. We merken dat we met de 6 momo's die we hebben, toch niet alle onderwerpen kunnen bespreken die we graag met jullie willen bespreken. Sommige dingen blijven daardoor liggen. En dan denk ik van, nou, wat, misschien kunnen we dat gewoon in die kleine 10 minuten, kwartiertjes in elke momo even stoppen. Want ze zijn belangrijk genoeg om wel genoemd te worden. Dus, nu voor het eerst, staat ook part 1, context. Ik wil in 10 minuten, 15 minuten even hebben met jullie over context en waarom dat voor mobiel zo belangrijk is. En waarom misschien met andere media iets minder belangrijk. Dit is de agenda. Ik ga even 3 verschillen laten zien tussen het mobiele medium en de andere media, om aan te geven hoe relevant context is voor mobiel. Daarna laat ik 3 stappen zien om even te laten zien hoe je een dienst kan ontwikkelen, uiteindelijk, die contextual is, zeg maar. En daarna 3 voorbeelden van diensten of producten of concepten waar duidelijk rekening is gehouden met de context van publiek. 3 verschillen dus. Laten we daarmee beginnen. Ik moet even zo kijken, want dat is, het scherm is nu zwart. Static context versus dynamic context. Wat je hebt gezien is eigenlijk dat alle oude media een relatief statische context vaak hebben. Je consumeert een medium, een oud medium, in een bepaalde situatie. Je kan niet in elke situatie elk medium consumeren. Bijvoorbeeld, je kan hier nu niet tv gaan kijken. Of het zou ook niet gepast zijn om een boek te lezen. Of muziek te luisteren. Of, nou ja, op die manier zie je dus dat elk medium heeft zijn eigen relevante moment. Het tv doe je thuis, 's avonds, op de bank, etcetera, etcetera, etcetera. Mobiel is anders. Mobiel is eigenlijk, zelfs nu geschikt, tijdens presentaties, heeft mobiel een functie voor je. Met zo'n backchannel. Maar ook thuis, op de bank, noem maar op. Er is altijd een geschikt moment voor mobiel, omdat die elke keer aangepast is op jouw context. Een groot verschil, zeg maar, tussen mobiel en een ander medium. Dan delivery mechanism. Wat je ziet is dat oude media ook een ander, of één specifiek delivery mechanism hadden. Zo'n boek met papier, tv met uitzendingen, et cetera. Heel format met kabel. Maar mobiel heb je eigenlijk veel meer dingen. Je hebt gsm, wifi, sms, dus gewoon telefoondiensten, voice, browsers, applicaties, et cetera. Er zijn verschillende manieren, elke manier heeft zijn eigen ecosysteem ook weer. Dus je ziet niet dat er één leading ecosysteem is waar je zeg maar als partij op kan richten. Het is gefragmenteerd. Daarom is ook distributiekracht in één onderdeel van het ecosysteem niet zo relevant als in een oud medium, bijvoorbeeld print, waarbij distributiekracht natuurlijk heel erg de primaire driver was. Derde. Oh, nee, dat was wel één. Kijk, dat is ook leuk. Er is er eentje afgevallen. Dat is apart. Nou ja. In ieder geval laat ik dat de conclusie. Het gaat dus eigenlijk om context en niet meer zozeer om content. Het verschil met een oud medium is eigenlijk dat je het medium was jouw window tot content. Terwijl bij mobiel gaat dat dus niet op. De mobiel is een window eigenlijk om jou te helpen in jouw context. Dat betekent dus, het gaat dus niet om content die naar je door wordt geduwd in een bepaald format, in een bepaald mechanisme. Maar het is eigenlijk een aapje wat op je schouder zit, wat constant met je meekijkt, checkt wat je context is en daar diensten voor ontwikkelt die relevant voor je zijn. En dat is een heel ander mechanisme, een heel andere manier van denken. En dat vereist ook een hele andere manier om te kijken hoe je diensten ontwikkelt. Dus probeer niet inderdaad ergens dominant te zijn, mensen naar je toe te trekken, maar kijk vooral naar context. En om dat te demonstreren heb ik nu 3 stappen. Als je nu kijkt naar, ja, wat voor type context heb je nu eigenlijk allemaal? Dat wil ik ze heel kort even met jullie doornemen. Task context. Bepaal dus eigenlijk, wat ben je aan het doen? Ben je boodschappen aan het doen? Ben je auto aan het rijden? Ben je hier aan het luisteren? Of ben je aan het betalen? Dus echt gericht op, zeg maar, wat je aan het doen bent. Je social context. Met wie ben je op dat moment? Je physiological context. Heb je het warm? Heb je het koud? Of hoe voelt je lichaam je, zeg maar? Daar gebeurt nu nog heel weinig mee, maar op de lange termijn zal dit wel heel interessant domein worden met alle bio- en nanotechnologie, et cetera. Je mental context, hoe voel je? Jury van Geest is hier bijvoorbeeld ook heel erg mee bezig. Dat heet bij hem emo mapping.
waarmee hij in kaart probeert te brengen van de mentale status, zeg maar, van iedereen. Spatio-temporal context, plaats en tijd, waar ben je, is ook heel bepalend. En je tijd ook, ben je op de A4 om 8:30 ochtends, of ben je er om 2:00 middags? Nou, dat is een heel groot verschil. En environmental context, waar ben je? Ben je thuis op de bank of ben je bij U2 op een concert in de arena? Allemaal heel verschillende vormen van context waar je dus langzaam je diensten voor moet gaan ontwikkelen. Nou, als je zeg maar als partij hebt besloten van oké, ik heb wel wat met een bepaald contextdomein, dan ga je afvragen, ja, wat wil ik in dat contextdomein gaan betekenen? Wat voor rol kan ik innemen? Hoe dicht wil ik bij de consument staan bijvoorbeeld? Ben ik een partij die alleen maar sensors in de markt heeft staan en data verzameld in een bepaalde situatie? Of doe ik actief nog iets met die data? Stop ik er bepaalde intelligentie in of et cetera, et cetera. En dit zijn allemaal rollen die je kan hebben. Een data gatherer, een scanner, in ieder geval heel gericht op sensoren. Bijvoorbeeld, gaat het nu regenen of niet? Iemand is constant aan het monitoren of het nu gaat regenen. En probeert het naar je toe te brengen. Of een exchanger, dat kan ook een rol zijn in een bepaalde context. Wellicht dat banks daar iets mee te maken hebben. Of een filter, een guide, et cetera. Een enricher. En zo direct ga ik bij de voorbeelden, kunnen we ook gaan kijken van ja, wat voor rol hebben die mensen nou gekozen. Dus ik vind het belangrijk, kijk naar welk domein van context jij interessant vindt, waar heb je wat mee, en kies daar een rol bij. En als je dit nou hebt gekozen, ja, word dan fysiek. Ga iets betekenen in die fysieke wereld. Dat betekent, ga content zoeken die een fysiek aspect heeft. Ja, voorbeelden daarvan zijn, je moet dus inderdaad sensors hebben, of map waar alle winkels zijn of zo bijvoorbeeld. Probeer dat te mappen en probeer die informatie te vergaren, maar probeer dus content te verzamelen, of in ieder geval je dienst ook fysiek te maken. Denk daaruit, ja, make tools for life is denk ik ook een hele mooie. Ik denk dat daar vooral banken nu mee bezig zijn om fysieke tools eigenlijk te ontwikkelen, zeg maar magic wand, om uiteindelijk dingen voor elkaar te brengen als je in een bepaalde situatie bent. Daar gaat het om in context. En dan pas vraag je dan af, hoe ga ik het uiteindelijk naar die klant brengen? Heel veel bedrijven beginnen in deze fase, moet ik een website bouwen, moet ik dit doen, moet ik dat doen? En vraag je nou eerst af wat je wil betekenen voor die klant en ga dan pas denken, ja, welk mechanisme past daar nou het beste bij? Misschien kan het wel via sms en hoeft het allemaal niet zo ingewikkeld te zijn, et cetera. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Nou, even 3 leuke voorbeelden van bedrijven concepten waarbij je duidelijk ziet, die zijn bezig geweest met context en daar hebben ze een dienst omheen ontwikkeld. Kijk dus even naar de rol die ze hebben gekozen, hoe fysiek het is uiteindelijk wat ze hebben gedaan en hoe ze hebben besloten om het te distribueren naar de consument. Ik vind dat dus echt mega cool. Voor mij is dit dus een voorbeeld van iemand die dus space probeert te enrichen via augmented reality. Ander voorbeeld,
dit bedrijf, ook een concept hoe je eventueel, hoe mobile search in de toekomst eruit zou kunnen zien. Waarbij je dus eigenlijk zeg maar kiest, ja, ik ben een informer misschien wel. Hè? En door middel van een virtuele window probeer ik op die manier zeg maar mensen te informeren. En de derde vind ik ook zelf een hele leuke, is van Sarah Johansson. Is een afstudeeropdracht in Noorwegen. Zij heeft een tool gemaakt met RFID. In het hondje zit een neus, of in de neus van het hondje zit een RFID-reader. En ouders kunnen dus overal in huis kunnen zij RFID-tags plaatsen. En op het moment dat zij met dat hondje, dat die tag aankomt, gaat die hond vibreren of geeft feedback of maakt geluiden, et cetera. Nou, daar zie ik ook duidelijk aan dus dat je dus via RFID eigenlijk een guide kan zijn voor kleine kinderen op gebied van veiligheid, et cetera. Nou, dit zijn voor mij allemaal mobiele diensten, maar wel allemaal gericht op de context van waar mensen zijn en dan een rol gekozen in die context en dan gekeken wat je ermee kan doen. Dus dat is even het verhaaltje context wat ik wilde geven. En volgende moment, ik weet nog niet wat het dan wordt, maar er wordt hoogstwaarschijnlijk weer een ander onderwerpje. Volgens mij was het ongeveer 10 minuten, dus dankjewel.